RyzeNL hier met een klein kort filmpje. Call of Duty Black Ops 3 is natuurlijk uitgekomen. We hebben het release weekend hebben we gehad. Ik ben op dit moment lekker aan het spelen. Ik ben aan het kijken welke perks moet ik gebruiken. Ik ben aan het kijken welke wapens ik fijn vind. Dus ik ben alles een beetje aan het testen. Ik vind op dit moment, na het eerste weekend, wel dat de hitrecht af en toe nog een beetje te wensen overlaat. Maar ik ben van mening dat ze dat nog wel gaan patchen, dus dat gaat wel goed komen. Over het algemeen, toffe game. Wel nu, zoals het vaker is met games die net uitkomen of met beta's of wat dan ook. Er moet altijd nog wat gepatcht worden. En in dit geval is het dus mogelijk. In deze game kun je niet alleen zelf prestigen. Maar je kunt ook je wapens prestigen. En ja, wat kan je daar dan mee? Je kan hem in ieder geval twee keer prestigen. De eerste keer dat je hem prestiget, dan kun je je clan tag op je wapen zetten. En geloof ook je naam, dat weet ik niet helemaal zeker. Dus dat is geinig. Maar de tweede keer dat je hem prestigiet, dan krijg je eigenlijk net als bij CSGO, Counter-Strike Global Offensive, die stat-track wapens krijg je een kill counter op je gun. Dus dan kan je zien hoe vaak je mensen afgeknald hebt met dat specifieke wapen. Dus dat is wel een heel leuk dingetje. En dat gaat natuurlijk iedereen willen. Iedereen wil dat erop hebben staan. Dus nou is het mooi. Want de game is net uit. En waarschijnlijk hebben ze een foutje gemaakt. En dat stelt je in staat op dit moment om je wapen te prestigen. En dan je attachments die je vrijgespeeld hebt om die te behouden. Dan duurt ook best wel lang om die dingen allemaal vrij te spelen. Dus zolang het kan zou ik het zeker gewoon doen. Ik bedoel, dat is altijd handig. Ik zal je laten zien hoe je precies ervoor zorgt dat je attachments kan behouden. Dat doe je eigenlijk door je loadout die je gemaakt hebt, door die te kopiëren. Dus je hebt een loadout gemaakt met de attachments op je wapen. Die je dus wil bewaren. Nou, die ga je dan kopiëren naar een slot die je kan overschrijven. Maakt niet uit wat er allemaal in staat. Het wordt toch overschreven met datgene wat je dus wil behouden. Kijk, Custom 5 heet die bij mij. Hoppakee. Nu heb ik twee loadouts, twee Custom 5's met de attachments die ik wil. Dan ga ik eentje daarvan prestigen. Niet allebei, maar gewoon eentje. Want daarvan zul je zometeen zien, zullen de attachments op het wapen komen te vervallen. Moet ik even kijken hoe ik dat ook alweer deed. Ik ben even een beetje in de war. Dat is nieuw allemaal nog. Maar even kijken. Dat wapen, dan klik ik daarop. En dan kan ik op driehoekje klikken om juist Enter Weapon Prestige. Dus dat gaan we doen. Hoppakee, klaar. En dan gaan we vervolgens terug. En dan zie je inderdaad, alle attachments zijn weg. Maar kijk, let op. Hoppakee, ik heb mijn tweede. En daar staan ze allemaal nog gewoon bij. Daar blijven ze dus netjes geselecteerd staan. En bij die andere zijn ze weg. Dus, verander deze loadout ook niet meer. Want je kan de attachments niet meer selecteren. Bij deze zijn ze dus weg. Ik zal het je laten zien. En bij de andere, hoppakee, staan ze nog netjes bij. Kan je dus ook gewoon mooi mee spelen nog. Maar probeer ze niet aan te passen. Want ja, dan kun je ze gewoon niet meer selecteren. Dan is het afgelopen met de pret. Dus, zo doe je dat.